bent er. Goedemorgen, Wilfred. Ik vind dat je daar in de compositie zit met een paar mooie schilderijtjes achter je. Welkom. Ja. Ik heb een beetje een traditie opgebouwd. Dat met iedereen waarmee ik het gesprek begin, daar zoek ik een speciaal kopje bij. Voor jou heb ik vandaag in de kleur roze. Ik heb een hele verzameling van Royal Albert kopjes. Ik vond dat gewoon, laat ik zeggen, in mijn rijke tijd vond ik dat leuk, dat soort spullen te verzamelen. Maar dat roze heeft natuurlijk een beetje koppeling met onze gezamenlijke achtergrond. De roze jongens. Ach, kijk, een poes in het gezelschap. Nou, die komt er gezellig bij. Ja, grappig is dat. Ja, die komt er gewoon bij. Kijk maar even, Fien. Nee, het punt natuurlijk, dat is grappig, hè? Want in Frankrijk is dat roze eigenlijk helemaal geen gay-identificatiekleur. Of in ieder geval een heel klein beetje. Niet zoals in Nederland in ieder geval. Hier is altijd die regenboog. Ja. Heeft het wel een andere betekenis dan het roze in Frankrijk of helemaal niet? Jawel hoor, een beetje wel. Bijvoorbeeld ACT UP, hè, de radicale organisatie die vooral opkwam voor opkomt, hè, voor seropositieve en breder dan dat. Die gebruikt het wel echt radicaal als kleur. Maar misschien ook is het omdat ACT UP zijn oorsprong heeft in Amerika. Waar wel dat idee van die roze driehoek. Maar dat is hier eigenlijk praktisch niet zoals in Nederland een algemeen identificatiepunt. Het is hier altijd de regenboogvlag. Waar maar steeds weer extra kleurtjes aan toegevoegd moeten worden. Hé, hey, ik vind het boeiend om jou te ontmoeten, ten eerste. De tweede, een heel aantal kijkers zullen jou kennen van, je bent begonnen bij het programma De Wereld Draait Door na een vreselijk vervelend accident in Parijs, rondom agressie naar homo's toe. En daarna heb je je prachtig laten zien in mooie documentaires over Frankrijk. Het eerste wat bij me opkomt is, ik hoop niet dat dat eenmalig was. Zit er een vervolg aan te komen? Nee, niet direct. En in zo'n zin, het waren natuurlijk wel 7 afleveringen in totaal van bijna een uur. En 1 keer zelfs 1,5 uur. En daar zal niet snel een vervolg op komen voor vanwege de eenvoudige reden. Is de VPRO maakt dus deze reisseries, deze programma's en wisselt deze van. Dat is het belangrijkste. We hebben wel een paar ideetjes, Frankrijk, voor onderwerpen waar we nog niet aan het komen zijn. Dat helemaal niet genoeg voor een serie hoor. We hebben wel gehad. Wat ik leuk vind is nog ooit iets maken over Frankrijk en sexualiteit. Dus liefde, erotiek. Aan de ene kant vanwege het imago van oh la la en alles kan. En tegelijkertijd tegen de diepe preut in dit land. Ik denk dat we beide nou met elkaar van te zijn. Dat is een interessant onderwerp. Frankrijk en zijn leger is een fantastisch onderwerp. Militaire traditie, maar daar, als je daarover even anders vindt. Okay. Dat moet, pardon. Frankrijk en zijn leger, dat is eigenlijk een heel ingewikkeld onderwerp. En voor dat soort hele gevoelige voor Franse staatsgeheime. Informatie, daar moet je echt onderzoeksjournalisten op zetten die daar jaren in gewerkt, want niemand wil erover spreken, heel gevoelig. Mm. En wat ik ook interessant zou vinden is Frankrijk en de Rooms-Katholieke Kerk. He, dus Frankrijk en godsdienst. He, dus het is een diep katholiek land in de cultuur. Bijna niemand gaat naar de kerk, want het is tegelijkertijd ook het meest atheïstische land. Een van de meest atheïstische landen ter wereld, nog China iets meer. Dat is fascinerend, maar hyperkatholiek in de cultuur. En dan ook nog die laïcité, scheiding van kerk en staat, die ook bijna als godsdienst wordt gepraktiseerd, als een soort heilig principe. En dat kun je wat mij betreft ook verbinden met de omgang met de staat, die ook bijna godsdienstig is. Hè? Wat ik zo interessant vind, is dat ze al zo snel eigenlijk een heilige corpus hebben aangelegd voor de Republiek. Hè? Dus in het Pantheon hier in Parijs. Ook grand homme reconnaissant. Hè? Is een bijna een heilige vereering van Victor Hugo, Voltaire, Rousseau. Als je dat tegen Frans zegt, moet ik zeggen natuurlijk dat helemaal niet geen heilige vereering is. Maar dat is het natuurlijk eigenlijk wel. Het is maar goed, dat zijn onderwerpen waar ik het leuk zou vinden om ooit nog wel iets over te maken, maar zeker niet op korte termijn. Aha. Nou, ik hoor al, je hebt een hele hoop, je wil ook een hele hoop vertellen. Maar laten we even teruggaan naar jouw ouderlijk gezin, Wilfred. Ik ben zo benieuwd, uit wat voor soort gezin ben jij afkomstig? Kun je daar iets over vertellen?
Ja hoor. Het is niet heel spannend, want het is op een hele prettige manier zeer banaal. Ik kom uit een lief, gezellig, middenklasse gezin uit de Alblasse Waard. Maar dat klinkt al meteen zo Bijbelbel terug. En dat is het ook. Maar mijn ouders zijn daar neergestreken begin jaren 70. Zoals heel veel mensen uit de stad, om daar een gezin te stichten en een beetje in de ruimte en de groen kinderen op te voeden. En die kwamen er ook. Drie jongens in totaal. Ik ben de middelste. Zoals ik al zei, mijn moeder werkte niet toen wij jong waren, tot een jaar of 13, 14. Een heel prettig, liefdevol, gereformeerd gezin. Dus zeer kerkelijk, maar zonder trauma's. Ah, nou, dat is heel... Maar ik ben zo benieuwd... Maar ja, trauma's, ieder mens bouwt trauma's op in zijn leven. Nee, absoluut niet. Maar ik ben zo benieuwd naar jou als middelste kind, want vanuit de pedagogiek, maar ook vanuit systemisch denken, wordt vaak gezegd een specifieke rol toegekend aan het middelste kind. Het zou het kind zijn wat niet bij de oudste hoort en niet bij de jongste hoort. Vaak is het de bemiddelaar als er conflictjes zijn in het gezin. Maar soms wordt ook gezegd, ik ben benieuwd of je dat kent, het is het kind wat eigenlijk ook meestal tussen de wal en het schip valt. Hoe heb jij dat ervaren? Even nadenken hoor, als je inderdaad die opties geeft. Er waren bij ons thuis geen conflicten. Nou, dat geloof je natuurlijk niet, want overal waar mensen samenleven en werken, zijn er vormen van conflicten. Die moeten er zeker geweest zijn. Maar bij ons thuis is een grote conflictmijdende cultuur. Maar er was ook een... Ik moet even poesie, want je wil aandacht. Zo. Je zoekt conflict, zeg je dat? Of niet wel gedoe. Dat was bij ons thuis helemaal niet. Ik kan me bijvoorbeeld maar één keer heugen dat mijn ouders woorden met tussen elkaar hadden. En dat was een niemandalletje op reis met de auto in Zuid-Frankrijk. En dat duurde 3 minuten. En dat is het. Ja, mensen geloven dat misschien niet. En het zat vast achter de schermen, als wij er niet bij waren, waren ze niet met elkaar eens. Maar dat heb ik nooit echt meegemaakt. Zonder nu te willen pretenderen dat het dat betreft ideaal was. Maar, dus ik was zeker geen middelaar om problemen op te lossen. Dat is zeker. Niet bij het oudste of de jongste. We zijn alle drie nogal verschillend. Mijn grote broer is een wat stugge... doener. Met één grote liefde, dat is paarden. Een buitenman. Mijn jongste broertje is de slimste van ons drieën. En heel rustig en bedachtzaam. En gereserveerd. En ik heb wel eens tegen mijn ouders gezegd, dat vind ik zo'n compliment aan jullie, dat het jullie gelukt is om die drie kinderen... In ieder geval zijn allemaal opgebloeid met al hun eigenaardigheden en hun eigen karaktertrekken. Dus er is niet een soort mal opgepropt. Dat lijkt mij altijd een compliment voor opvoeders. Als dat lukt, ja. Dan heb je iets goed gedaan. Ja. Ik denk wel dat je ouders het specifieke van elk kind hebben weten te benadrukken. Want dat is net wat je zei, er is geen mal opgelegd. Maar dan, nee, en ik denk zelfs niet benadrukt. Ja. Maar als jij in die omgeving opgroeit, hè, dan ben ik zo benieuwd, in de laatste klas van de basisschool, wie bepaalt dan waar jij naartoe gaat? Zijn dat je ouders? Ben jij dat? Of is het het hoofd van de school? Het hoofd van de school. Nee hoor, mijn ouders hadden natuurlijk wel een stem in, maar het lag eigenlijk enorm voor de hand. Mijn grote broer ging naar de MAVO toe. En mijn ouders hebben toen wel gekeken naar een school waar zij een heel goed gevoel bij hadden. En dat was een hele kleine, categorale MAVO. Dat bestond toen nog, dus niet verbonden aan een scholengemeenschap. Dat was een heel goede keuze voor hem. Voor mij was het veel makkelijker. Ik zat op een kleine dorpsschool, openbare school. Ik leg je uit waarom. Omdat de school met de Bijbel in het dorp natuurlijk... onder mijn wind klinkt zo onaardig, maar dat zeggen van zo'n natuur was van een veel orthodoxere vorm van het Calvinisme. En mijn ouders wilden dat niet.
Ik denk dat dat heel veel moeite heeft gekost om ons niet naar een christelijke school te sturen. Maar ze zeiden, ja, beter een fijne openbare school dan een school waar ja, een vorm van Calvinisme wordt gepraktiseerd, waar wij heel veel moeite mee hebben. Dat wisten we toen helemaal niet. Wij deden gewoon met de oude studenten naar die lagere school. We gingen wisselen en dat was het dan. En het was een heel fijn klein schooltje. Toen ik aankwam, waren daar maar 3 lokalen. En dus ook 3 meesters. En je zat dus met 2 klassen in 1 lokaal, want het was een heel christelijk dorp. Dus er zat bijna geen kind op die openbare school. Ja, die paar liberalen, die 2 Jehovah-getuigen. Nou, dat was, weet je, dat was ongeveer het schooltje. En ik kwam daar in een klasje terecht. En wij waren de grootste klas, 17 kinderen. Ja, het was een hele fijne, inspirerende school waar iedereen, nou ja, aan de ene kant was er de stimulatie om goed te doen, maar je werd er niet echt op afgerekend als het misging. In ieder geval had ik hele goede cijfers, net als de helft van mijn klasgenoten. De helft van de klasgenoten ging eigenlijk naar het kleine stedelijk gymnasium in de stad in de buurt in Gorinchem. Dus ik ook. En het is een beetje de story of my life. Ik maak nooit van die radicale keuzes. Ik loop altijd maar een beetje, ik hobbel maar welke kant het op gaat. Zo. Ja. Je gaat met de stroom mee, lijkt het. Maar als je nou een bezicht boven deze periode zou moeten hangen, de periode, de lagere school, welk begrip komt dan spontaan bij je naar boven? Spontaan? Ja. Dat vind ik heel moeilijk, want ik denk dus aan gewoon. Gewoon. Normaal. Ja, want je en zegt, normaal. Ja. En dan ga je... Normaal is een woord dat ik een enorme hekel heb, zeg ik erbij. Wat zei je, normaal heeft? Normaal is een woord waar ik een enorme hekel aan heb. Oké. Ja, daar kan me ook iets bij voorstellen. Want zeker voor het leven waar je voor gekozen hebt en de richting die je gekozen hebt. Maar dan ga je eigenlijk naar de kleine stad, Gorinchem, overigens een plaats waar wij zelf niet zo ver vandaan gewoond hebben. We zijn begonnen destijds toen onze relatie startte in Hank. Nou, dat zul je heus al ooit van gehoord hebben. Hank tegen de Biesbos aan. Is dat de kant van Gelderland? Nee, de kant van Brabant. Gorinchem. Oh ja, maar wij gingen de rivier niet over. Ja. En, maar dan ga je dus naar Gorinchem, een kleine stad waar je naar het gymnasium gaat. Wat is voor jou in die periode... Wat zijn belangrijke punten of zijn hoogtepunten in die schoolperiode in Gorinchem? Achteraf kijkend weet ik dat ik toen eigenlijk bijna alleen maar bezig was to fit in. Niet opvallen, alles zo doen dat je mee kunt. En, maar wat was de drive dan om dat te doen, om niet op te vallen? Dat had je blijkbaar bedoeld. Angst om gezien te worden. Angst. Angst om op te vallen. Of buiten... Angst om gezien te worden voor wie je bent. Ja. En waren er wel in die periode mensen die jou echt wel zagen? Vast. Maar jij zit er niet in jouw bewustzijn. Nee, er zijn natuurlijk wel momenten waarop je opeens... Voor mij was het één soort inzichtpunt... was de voorbereiding voor de Rome-reis. Hè? Klassiek, in de 5e klas van het gymnasium ga je met dus naar Rome toe. Daar keek ik enorm naar uit. Ik was nooit in Rome geweest. Ik ken alleen het noorden een beetje van Italië. En voor mij was dat... Ik zag daarnaar uit vanwege de kunst en de taal. En het leek me dus op hemel op aarde, die stad. En de voorbereiding... Ik was een redelijk goede leerling, maar ook niet bijzonder. In mijn middenstroom en ik was ook niet een heel harde werker, maar ik deed wel netjes mijn lesjes om niet buiten de boot te vallen. Dus dat vond ik niet zo spannend. Maar voor die Rome-reis daar heb ik me werkelijk ingestort. Ik vond het fantastisch. Tot ook wel verbazing van een aantal leraren. Want toen wij in Rome waren, bij elk gesprek, voor elk standbeeld, begon ik mee te discussiëren en te vertellen wat ik had gelezen en verschillende interpretaties. En ik was helemaal niet zo'n haantje de voorste. En dat heeft wel later mij geholpen, maar toen dacht ik, ik werd zo gelukkig van die plek en van de dingen die ik zag en de taal die ik hoorde. Ik vond het echt fantastisch. En dat was een soort moment, denk ik, maar hier ligt aan de ene kant een prachtig
voorland, een prachtige bestemming. Maar wat ook een verschil, en achteraf snap ik, wat ook een fantastische escape route. En, weg uit Alblasserlaan. Ja. Weg uit de mobiliteit. Ja. Maar je werd, ik vind het zo mooi, je werd ook gefascineerd. Je was gefascineerd door de kunst, wat je zag, wat je ervaarde in Rome. Waar is dat geboren? Dat, ik kan me toch niet voorstellen dat dat ontstaan is tijdens de voorbereiding voor die excursie. Ik denk dat al eerder in jou zat. Gevoel voor schoonheid. Gevoel voor ja, mooie dingen. Ja, en ik weet niet, dat, en dat komt op een aantal andere manieren naar boven, denk ik. Mijn ouders vonden het belangrijk dat we alle drie muziek leerden lezen. En dat was dus wel een voorwaarde. Dus we zijn allemaal naar een piano, onze pianoleraar gestuurd. En we mochten daarmee ophouden als we een beetje konden noten lezen. En dat had in ieder geval meegekregen. En mijn broers zijn daar ook snel mee opgehouden. Ik ben daarmee doorgegaan. Ik heb geen enkel muzikaal talent. Maar nee, ja, ik kan wel redelijk wat spelen. Maar weet je, muziek maken is niet zomaar een partituur kunnen reproduceren. Dat is net iets heel anders. Dat is iets veel magischer of spiritueler. En dat talent heb ik niet. Maar ik kan wel redelijk noten lezen en een beetje spelen. Maar die pianoleraar was... was een hele interessante, fijne man, Koos van Vliet. Die hing om de maand een ander schilderij boven die piano en vroeg dan wat we ervan vonden. De eerste keer gaf ik dat ik het prachtig vond, dat was van hem. En hij vond dat heel vervelend, zo'n sociaal gewenst antwoord. Dus hij ging doorgraven en ik vond het gedrocht van de dingen een beetje expres. Het waren echt verschrikkelijke dingen. En dat waren momenten, en hij begon ook over poëzie. Nou, de enige poëzie die ik eigenlijk kende was waar psalmen, laten we wel zo zijn. Ik begreep daar niks van. Dat is zo'n rare taal die eerder lijkt te verhullen dan helderheid te schenken. Ik heb nog steeds ik weet nog steeds niet wat ik van de poëzie moet denken. Dus dat waren momenten waarop ik schoonheid, en ik herinner me ook reizen met mijn ouders in Frankrijk en Italië, en dan waren het vooral landschappen of kerken en kastelen. Mijn ouders zijn niet van de schilderkunst of musea, ik herinner niet dat we daar naartoe gingen, maar we bezochten enorm veel gebouwen en steden, en dan die landschappen in Frankrijk en ook Italië en de Alpen waren zo adembenemend mooi, en die zijn ook echt in mijn geheugen gegrift. En waar dat dan vandaan komt, ja, je kunt er een positieve lezing aan geven dat er ergens een gevoelige snaar zit voor schoonheid. Je kunt het ook een minder positieve lezing geven als, ja, ik denk dat ik me toch niet altijd helemaal op mijn plek heb gevoeld. En zocht naar een ander land, hè, een droomland, of je zoekt naar een andere horizon als je toch het idee hebt dat er niet iets helemaal met je klopt, iets niet klopt aan je. En dan droom je, en dan kijk je, dan heb je moeite met het alledaagse om je heen. Ja, want in die zin, je was dus niet zo'n alledaagse jongen binnen dat Gorkumse leventje, als ik dat zo hoor. Je hield je dan op de middelbare school. Wat? Je was? Op de middelbare school was ik wel heel standaard, en dat, want ik was er heel goed in geworden. Dat had je eigen gemaakt. Ja, helemaal geïnteresseerd. Moest ik later met een heel lang over doen om daar weer vanaf te komen. Want de mens leert zich dat allemaal aan. Maar ik denk dat ik een klein kind was, was inderdaad, nou ja, mijn moeder zegt dat bijzondere jongen, dat zullen heel veel moeders van hun kind zeggen, maar ze hadden natuurlijk nog twee om mee te vergelijken. En ja, ik deed dingen wel altijd een beetje anders. Maar dat is dus alleen als ik heel klein ben, want ik ga merken dat me dat problemen oplevert, of dat ik de mensen er ongemakkelijk van worden. Ik heb het allemaal gecorrigeerd. Daar had je ook dus een belang bij om te gaan corrigeren, want je wilde hoe dan ook dus in die periode in ieder geval niet opvallen. Maar dan, na het gymnasium, wat ben je dan gaan doen? Ja, in de stroom mee naar Rotterdam. Het was 1993, eind jaren 80, toen die keuze gemaakt werd. En iedereen ging economie studeren of bedrijfskunde. Dat was het Walhalla. En dus ik ook ben naar bedrijfskunde gaan doen in Rotterdam. Eén grote mislukking. Op alle fronten. Ik ben schrik. Bedrijfskunde in Rotterdam. Dat is nou het laatste wat ik bij jou dacht. Maar hoe lang heb je het volgehouden dan? 1,5 jaar. En toen? Het was duidelijk niet jouw richting. Nee, maar dat waren markerende jaren voor mij in Rotterdam. Donkere jaren, maar heel belangrijk. En mezelf. Het was een grote eenzaamheid en treurigheid.
een grote eenzaamheid en treurigheid. Had het ook te maken dat je op dat moment heel duidelijk wist wie je was? Dus, of was je, ja, ik was het kwam met de kast. Aha. Maar hoe was dat voor jou dan in het Rotterdamse? Want je hebt een weg afgelegd van een heel bescheiden, beschermende omgeving. Gorinchem is ook nog klein. En dan naar Rotterdam, ja, een wereldstad. Gingen daar de remmen los? Of hoe was dat voor jou? Oh, nee. Zoals je nu begrijpt, is remmen los als absoluut en is nog steeds niet iets voor mij. Dus ik vond het fantastisch, Rotterdam. En ik vind het nog steeds een heel fijne stad. Maar ik was zo onrijp op allerlei terreinen, dat ik daar echt verloren raakte. Voor mezelf. Ik heb wel altijd, en dat verbaast mensen zo, want ik heb altijd een heel druk sociaal leven. Want ik ben daar heel goed in geworden. Hè? Ja, is dat een tweede natuur geworden? Want een rijk sociaal leven kan ook betekenen dat je dus met niemand echt een commitment aangaat, maar tussendoor laveert. En dan ben je wel een graag geziene gast, want je bent iemand die vlot spreekt, dus vlot contact maakt, maar niet het echte contact aangaat. Nee, exact. Dus nou, dat is een hele goede beschrijving. Ik denk dat dat het ongeveer was. En ik ben toch, en heel fijn dat al die mensen er wel waren. Mijn poes komt er even kijken. Ja, dus. Ja, die zit gewoon haar kont voor het scherm. Dat zou ik dan niet doen. Heeft toch niet. En die Sanjen. En nu ga ik haar weghalen. Dat vindt ze heel stom. Ja, zo. Nee, ik had het geluk. Ik was vanaf mijn 16e lid geworden van de Liberale Jongerenvereniging, de JOVD. En dat vond ik een fascinerende club. En ik heb daar ongelooflijk veel geleerd. En ook hele leuke mensen leren kennen. En dat was de eerste plek in mijn waar ik kwam. In mijn leven waarin homo's waren en ook zichtbaar waren. En ook genoemd werden. En ik wist niet wat me overkwam. Ik schrok me dood. En ik was natuurlijk gefascineerd. En dat heeft absoluut geholpen. Want mijn coming out was in die kring uiteindelijk in eerste instantie. En dat was van. En halleluja daarvoor. Want verder bestond het niet in mijn omgeving. Hmm. Dus dat heeft enorm geholpen. En ik heb toen ook mijn eerste vriend daar ontmoet, Robert Jan. En nou, dat Rotterdam, dat is een drama en dat zag hij ook wel. En dacht, wat wil je dan? En toen ben ik heel hard gaan nadenken dat ik wil iets doen waar ik oprecht nieuwsgierig naar ben. En dat was dan of Nederlandse letteren of kunstgeschiedenis. En toen werd het kunstgeschiedenis in Leiden. En ben ik een aantal vakken gaan bijlopen. Ja, dat was alsof de hemel open ging leiden. Daar was ik thuis. Ik had al vrij snel een heel leuk huis gevonden aan de Breestraat. Met heel leuke mensen. Ik was verliefd op die stad. Maar dat is misschien ook de romantische inmorst. Dat voldoet ook helemaal aan een studentenleven. Zoals je bijna de klassiekers uit de 19e eeuw leest. En dat kunstgeschiedenis ook. Ik ging dingen zien en lezen. Griekse vaas bestuderen. Die we ooit al als illustraties op het gymnasium hadden gezien. Maar nu ga je het pas echt begrijpen. Ik was fantastisch. Kun je zeggen dat Leiden, daar bloeide die helemaal open? Ja, absoluut. En ik ben nog steeds verliefd op Leiden daarom. Aha, en was toen ook nog steeds de grote vriend naast je? Of was die inmiddels achter je gelaten? Nee hoor, dat heeft wel 5 jaar. Dat was wel 5 jaar lang, die relatie. Dat was een relatie. Maar hij woonde niet daar, hij woonde in Utrecht. En dus ik heb nogal mijn studentenleven, we gingen niet samenwonen of zo. Dat is, nee. Ja, ja. Maar hoe werd er in jouw directe omgeving omgegaan toen je thuis kwam met de boodschap? Ik heb een vriend, een homo. Ja, dat was nog niet meteen toen hoor. Ik kwam uit de kast voordat ik een vriend had. Ja, ook heel klassiek. Mijn ouders weten het natuurlijk wel. Maar dan is opeens het woord er. En dan is het toch even schrikken voor hen. Niet omdat ze er tegen waren. Bij ons thuis werd nooit, ik heb nooit iets negatiefs over homo's. Nooit. Geweldig. Je hoort dan toch. Ja, maar waarom heb ik dan toch, dan kun je je afvragen, waarom is er dan toch zo'n stuk van jezelf dat je lang hebt weggestopt? Dat komt dan natuurlijk in het onderbewust is er natuurlijk wel homofobie.
Net als er onbewust ook racisme is. Jij en ik denk ik niet dat wij racisten zijn in onze acties, maar wij hebben ook racistische elan of bepaalde elementen in ons. Dat is onze samenleving. Dat is door, ja. We zijn ervan doordrongen. We hebben ook een homofoob deel in ons. Ja. En dat moet er geweest zijn. En twee, er was natuurlijk geen enkel geen enkel herkenningspunt of aanhangpunt. Niets. Ja, op de televisie af en toe Albert Mol of Paul de Leeuw later. Ja. Nou, gelukkig maar dat ze er waren. Maar dat is het. Verder niet. Besta je niet. Ja, jij zegt gelukkig dat ze er waren. Ik, voor mezelf weet ik nog heel goed dat ik het bijna een gêne vond als het idee dat ik vergeleken zou worden met Albert Mol. Dus ik had iets van, heel lang heb ik het ontkend. En tussen mijn 18e en mijn 21e waren er mooie vrouwen die in mijn leven waren. Maar alleen maar dat ik niet op wilde vallen, terwijl ik juist opviel. Want ik had niet zo'n heel positief zelfbeeld, maar er was wel altijd een hele mooie dame naast me. Maar het waren ongenaakbare dames. Dus dat was voor mij pijnlijk. Ik hoefde er verder niks mee. Maar ze vielen wel op. En op het moment dat ik dus echt uit de kast kwam, ja, dat was voor mijn directe omgeving was een shock. En binnen die gemeenschap, binnen dat gezin, binnen die familie, was absoluut not done. En ik heb wel eens gezegd, en dat hebben ze me ook wel pijnlijk genomen, ik werd getolereerd. En ik weet zeker, als er een ernstige situatie zou ontstaan, waarbij homo's vervolgd zou worden, dus denk even aan de Tweede Wereldoorlog, dan weet ik zelfs dat ik broers heb die mij zouden verlinken. Dus dat geeft een heel onveilig gevoel. Kun je je voorstellen? Ik dacht dat je zin nu anders zou eindigen. Met van, oké, die broers vonden dan wel moeilijk, maar was er echt op aan zou komen, zouden ze er voor je zijn. Maar dan worden ze dus nee. Nee, nee. Mijn zussen zijn er voor mij. Ik heb twee zussen. En mijn oudste zus, dat is absoluut onvoorstelbaar. Ik zou bijna zeggen, jammer dat ze geen homo-moeder is. Dat ze van haar 5 kinderen niemand homo is. Want die heeft een tolerantie, die is zo gigantisch groot. En een tolerantie niet, die accepteert werkelijk zoals iemand is. En ja, dat zou je elk mens en elk kind toewensen. Maar bij jou, hoor, absoluut. Ging dat veel soepeler en veel gewoner of normaler. Maar in Leiden, als jij zegt, daar bloeide ik open, dan begon voor jou letterlijk het grote leven en de dingen vielen op een plek. Dan maak je de studie dan af of stop je eerder? Oh nee, waarom stoppen? Ik was daar heel gelukkig. Ik heb er zelfs heel lang over gedaan. Dat is niet omdat ik zo slecht was, denk ik. Soms misschien ook. Maar ik wou dat het eeuwig duurde. Je genoot dus ook duidelijk van het leven daar. En, ja, absoluut. En wat ben je naar Leiden gaan doen? Nou, ik ben uiteindelijk gespecialiseerd in architectuurgeschiedenis. Klassieke oudheid en middeleeuwen. En toen dacht ik, wat kan ik nou eens gaan doen daarna? Ik had wel contacten, ik was wel wat weer meteen dingen gaan doen. Dus ik was mijn hoogleraar, die had een soort kleine uitgeverij. En daar zat ik bij een bestuur en in kijken. En ik was ook zijn assistent inmiddels geworden in zijn privébibliotheek in Utrecht, aan het Wilhelmina Park. Dus daar hield ik vooral de fototheek bij. Dus ik deed heel veel dingen daarnaast. En toen was het afstuderen. En toen dacht ik, ja, wat kan ik doen? Een van de plekken is de monumentenzorg in Zeist. Maar ik wist het niet zeker. Ik dacht, is die oude gebouwen? Dan moet ik aan de slag met Riet de Daak in Oost-Zalland. Ik weet het allemaal niet. Dus ik twijfelde enorm en wist het niet. Want nu was er ook geen leidraad meer te volgen. Weet je? Ja, ja. Dan ben je ook dood. Maar ook daar bood het leven opeens weer een oplossing met een vriendin van me. En ik had toen een ander vriendje en die zat regelmatig in Parijs voor zijn studie. Of zijn werk eigenlijk, stages. Hij had studeerde in Arnhem aan de kunstacademie, mode. Mm. En zij zat in Parijs, en die vriendin van mij, die kende weer iemand, die zat in het bestuur van de Fondation Custodia in Parijs. Dus de stichting die een grote kunstcollectie, vooral oude tekeningen en prenten beheert, en daar alle activiteiten rond organiseert, een privéverzameling. En die stichting in Parijs zocht een nieuwe bibliothecaris. En zij dacht, hé, Wilfred heeft kunstgeschiedenis gedaan. Dat was een tijd
privébuurt de Caris van de Hoogleraar en zit regelmatig in Parijs en redt zich wel in het Frans. Nou moet ik dat niet overdrijven, maar goed, het was inderdaad wel. En dus en dacht ik, ach, waarom niet, ja? En dus zo op een 30 april 2003 ging ik op sollicitatiegesprek in Parijs. Nou, en 3 maanden later woonde ik hier. Ja. Maar wat een overgang. Leiden naar Parijs. En je woont daar in een appartement, denk ik. Hè? Woon je echt midden in het centrum? Ja, ja, ja. Bij Place de la République. Aha. Maar voor mij lijkt het een enorme overgang. Want Parijs, ja, de liefdestad, de lichtstad. Wat trok je vooral in Parijs? Los van het werk wat je gevonden had. Nou, ik dacht wel... Kijk, wat trok me in Parijs? Het was dus helemaal niet een bewuste keuze of een droom, een levenslange droom. Ik moet ooit naar Parijs. Ik wilde eigenlijk überhaupt niet weg uit Leiden. Maar goed. Ik word heel erg gelukkig van mooie plaatsen. Mooie plekken. En dan kun je zeggen dat is het decor. Ja, maar het is toch heel belangrijk voor mij. En is er een mooie stad dan Parijs? Ja, er is een aantal steden dat in de buurt erbij komt. Maar het is werkelijk zo adembenemend mooi. En het is ook een schoonheid. Wat vind ik mooi? Dat is, ik wil dat de geschiedenis te lezen en te voelen valt. Dat vind ik heel belangrijk. Dat er een soort ziel in zit. Daarnaast, wat vind ik mooi, is natuurlijk hoe ik gevormd ben om wat mooi te vinden. Dus dat is een bepaalde vorm van architectuur. Ja. Wat ik in ieder geval ook heel mooi vind, is menselijke maat. En ik vind Parijs heeft grandeur, maar die je nooit plat slaat, of vernietigt, of nietig maakt. Hè? Ja, ja. Wordt nooit de Albert Speer-architectuur van Germania. Ja. Of ik vind dat New York van een onmenselijk formaat is. Ja. Fascinerende stad, maar ik word er niet gelukkig van. Ja. En Parijs heeft die vreemde kracht dat het eigenlijk een heel kleine stad is in oppervlakte. Je fietst er in 3 kwartier van de ene kant naar de andere kant heen. En dan ben je alweer bij de andere kant van de periferie. Dus het is geen gigastad. Het is geen Londen. Het is eigenlijk veel kleiner. En het is van een enorme menselijke maat. Waarin al die buurtjes... Dus ik vind het fantastisch. Ja, hoe je het... Het is helemaal geen grote overgang. Dus het was voor jou niet zo'n grote overgang? Nee, nee. Natuurlijk wel. Want je bent opeens in een mythisch decor. Ja. Dat was voor mij het belangrijkste. Leiden is charmant en heeft ook een aantal bekende plekken. Maar nu zit je op je fiets en je fietst elke dag voorbij de Notre-Dame. Langs de Tuileries, door de Louvre-poorten. En dan denk je... Dit is mijn dagelijks leven. En dat is heel goed voor je ego. Althans voor het mijne. Het is een soort lifts you up. Ja. Ik vond het... En nog elke dag. Hè, we hebben nu de déconfinement, dus we mogen weer naar buiten. En gisteren ben ik als heel veel Fransen gaan fietsen. De Rue de Rivoli is ook voor de helft alleen nog maar fietsen. Het was fantastisch. Je hoorde de vogels uit de Tuileries voor de Meurice. Normaal was het alleen maar verkeer. Hemels. En tegelijkertijd iets dorps. En Parijs heeft natuurlijk ook die kracht van die buurtjes. Iedereen kent natuurlijk het hartjescentrum van Notre-Dame en et cetera. Maar daaromheen, in het 5e, in het 11e, zijn al die buurtjes rondpleinen met hun bakker. En heeft het eigenlijk ontzettend knus. Het is eigenlijk een hele lieve knus stad, vind ik. Maar die lieve knusse stad, die heeft jou ook omarmd. Of niet? De eerste jaar hier waren niet zo leuk, hoor. Want ik vond de stad heel mooi. Maar opeens had ik helemaal geen sociaal netwerk meer. Oh ja. En dan moet je opnieuw opbouwen. En dat is, denk ik, in elke grote stad lastiger dan in een kleine stad. Maar in Parijs is het verduveld lastig. Iedereen is heel druk en heeft helemaal niet geen plek in zijn agenda voor nieuwe mensen. Punt 1. Punt 2. Ik sprak wel een beetje Frans, maar... Ja, alles gaat toch via taal. En je moet ook wel hier een kring geaccepteerd worden. Dan moet je onderhoudend en interessant zijn in wat je vertelt. Maar ja, in het Frans dat nog benaderen, ben je niet een hele... Dus dat was echt heel lastig. Daar komt zelfs wel fantastisch, ik weet niet of je dat ooit ervaren hebt. Het is dus, voor mij heb ik het wel bijna als een kruis gedragen, het anders zijn. Maar een subcultuur hebben waar je bij hoort, is soms heel fijn. Ja. Want dat zijn vluchtplekken waar je meteen mensen ontmoet met wie je iets deelt.
Ook al zijn het Fransen, ook al hebben ze een andere cultuur, et cetera. Maar er is wel een soort... Dus ik ben daar onmiddellijk vrijwilligerswerk gaan doen. Zoals ook in Nederland, deed ik heel veel meer voor het COC. En zo heb ik een beetje mensen leren kennen. En ik ben in colocation gaan wonen. Dus het eerste half jaar heb ik een appartement gedeeld. Juist om die reden. Omdat ik dacht, dat is een fantastische ingang om mensen te leren kennen. Buiten het werk. En dus heeft Parijs mij omarmd. Nee, mensen staan niet te springen als je aankomt op de Gare du Nord. Daar moet je heel hard voor werken. Voilà, maar dat is redelijk goed gegaan. Ja, het frappant is, we hebben jarenlang, 20 jaar in de Ardèche gewoond. En als ze in de Ardèche, nu telt dat niet meer zo. Maar als ze naar de auto zagen met 75, haalden ze hun neus op. Want ze vonden in de Ardèche de Parijzenaren enorm arrogant. En die eigenlijk de Ardèche, de charme van de Ardèche weghaalde door de oude huisjes op te kopen. Dat deden natuurlijk de buitenlanders ook vooral. Maar daar was Parijzenaars, hè, nou, was bepaald geen pre of geen garantie dat je meteen opgenomen werd door de omgeving. Maar nu ben ik zo benieuwd, als Hollander, hoe werd je dan op... Je hebt er wel moeite voor moeten doen, maar bleef jij toch... De Hollander, leuk om zo iemand te leren kennen. Misschien zelfs een stukje vanuit, het is de moeite waard, een andere cultuur. Of hoe heb je dat ervaren? Hoe werd jij opgenomen? Nadat je daar ik wel... Ik weet niet of dat Nederlandse schapper zo toe deed. Maar in ieder geval in mijn kringen werd natuurlijk Nederland wel een soort half Walhalla gezien. Heel open, tolerant... Een heel egalitair land. Et cetera. Mensen kijken naar dat land. En denken natuurlijk alleen maar in Amsterdam. Ik zat vooral in gay kringen en extreem links. Dat waren ongeveer de markeerpunten. Ja, dus heel die reden, dan is Nederlanderschap bijna een soort positief. Ik moest mezelf ook inhouden, want een Grieken zeggen, oh, maar bij ons doen we dat zo. En dat was natuurlijk altijd beter. En daar moet je op een bepaald moment mee ophouden. Dat mensen, allemaal leuk en aardig, maar je bent nu hier. En daar is ook niet alles ideaal. En daar ben ik inmiddels ook wel achter gekomen. Bref. Om terug te komen naar jouw vraag. Ja, nee, dat Nederlanderschap. Nee, ik denk eerder dat het een atout was. Een soort mensen vonden het wel leuk en interessant en grappig. En in die serie die je maakte voor de VPRO, kwam zijdelings een paar keer jouw vriend voorbij. Je bent ook bij de ouders van je vrienden die de vakantiehuis in de Ardèche hadden. Kun je vertellen, hoe heb je je vriend leren kennen? In de metro. En dat is niet zo gebruikelijk. Maar het was een avond, ik was naar de kroeg geweest met vrienden. En om 10:30 ging ik naar huis. En op mijn metrolijntje. En ik ging zitten op zo'n stoeltje. En tegenover zat een jongen. En ik hoop dat een leuke jongen kijken. Hij terugkijken, ik beschaamd dan via het raam, et cetera. En toen dacht ik gewoon, ik luister natuurlijk naar muziek. Zoals alle Parijzenaren als ze in de metro zitten, lekker individualistisch. En ik haalde ze uit en ik zei gewoon, salut, ça va? Hoi, hoe gaat het? En bla bla bla. Zo is het begonnen. Ah, leuk, ja. Maar die relatie is voorbij, geloof ik, hè? Ja, precies. Maar want hoe was dat voor jou? Want dan kom je heel dichtbij, en dat bedoel ik vooral rondom Franse taal. Ik vraag het eigenlijk omdat ik als therapeut heb ik nooit in Frankrijk iets willen doen. Omdat ik zei, de nuances in de taal, die beheers ik niet. En juist in wanneer mensen hebben of een trauma of een probleem, moet je juist in kunnen tunen op de nuances. Dus je kan op zich prima een Frans gesprek voeren, maar een therapeutisch gesprek is net iets anders. Maar nu in een liefdesrelatie, er hoeft niet altijd gesproken te worden, maar ik bedoel, daar zijn de nuances dan ook heel belangrijk. Hoe was dat voor jou? Ja. Is dat soepel? Ja hoor, nee, dat ging echt, dat was het, ik denk, want juist, kijk, het belangrijkste is bij zo'n taalbarrière is de oprechte wil van de een en de ander om elkaar te begrijpen. Daar begint alles mee. Ja. Trouwens ook tussen twee Nederlandstaligen. Ja, en dan gaat het ook hopeloos misgaan in taal en in gesprekken.
Dus als die wil er is, en dat lijkt me de basis voor elke goede relatie, de oprechte wil en belangstelling naar de ander, dan is dat niet zo'n probleem. Wat heel jammer is, en dat is eigenlijk niet fijn goed te maken, is dat je heel weinig referenties deelt. Talige referenties, die je, ja, waar je om moet lachen of die grappen, dat is gewoon heel anders. Ja. Muzikale referenties, televisiereferenties, dat alles. Je hebt natuurlijk een hele andere jeugd gehad en daar merk je hoe anders, ook al is het maar 500 kilometer verschil, hè, tussen 500 tussen Rotterdam en Parijs. Het is een heel andere wereld, met andere verwachtingspatronen, rituelen, codes. Wezenlijk anders. En dat deel je niet. Dat kan leuk zijn om met elkaar te ontdekken, maar soms is het ook frustrerend en vermoeiend voor beide. Ja, ja. Want hoe leef jij werkelijk helemaal als een Fransman in Parijs? Of heb je toch nog Nederlandse trekjes, Nederlandse televisie kijken, nog wat Nederlandse bladen lezen? Helemaal niet. Jawel, ik hou de NRC bij. Ik hou de NRC wel bij. Nee, maar ik kijk geen Nederlandse televisie meer. Toen ik ook voor het eerst bij Wereld Draait Door kwam, wist ik eigenlijk niet precies wat het was. Ik had er wel van gehoord, maar ik had er nooit naar gekeken. Ik denk dat het misschien dat er een Fransman hier bij me is, denk ik, wat een raar gewoonte. Maar nee, ja, het is helemaal Frans. Het is helemaal Frans. Ik lees Franse kranten. Ik kijk naar Franse nieuws, ik luister naar de Franse radio, ik eet op Franse tijdstippen, ik maak af en toe gehaktballen met ketchup erin en uitjes een beetje, dan met gebakken uitjes. Maar zelfs, en dus af en toe eet je wat in het Indisch, wat dan, weet je wel, waar ik dan koning met dingen uit Nederland sleep. Ja. Maar dat is het. Aha. Want laten we eerlijk zijn. Is er iets wat je vanuit het Nederlandse mist in Parijs? Ja, dat is mijn vriendenkring in Nederland. Daar deel ik dus heel veel referenties mee. Het ging daar een beetje technisch, maar met heel veel heb je maar een half woord genoeg om iets grappigs te vinden of opmerkelijk als je het over een boek hebt of een film of samen iets meemaakt, je ziet iets bestaat. En dat is hier, neemt altijd meer tijd. Ik denk dat ik in het Nederlands eigenlijk best wel grappig ben. Ja, moet je niet zo zelf zeggen, maar dat denk ik echt. En in het Frans echt stukken minder. Ja, denk ik ook dat ik grappig ben, maar mensen lachen niet. Dus ik denk toch dat het heel anders is. Of om alle andere redenen. En je hebt gewoon niet die... Ja, en dat vind ik soms... Dat mis ik enorm. Het is gewoon allemaal wat ingewikkelder. En ik merk wel, in het eerste jaar dat ik hier was, wilde ik alleen het Frans omgaan. Dus niet met expat Amerikanen of Duitsers. Ten eerste gaan expats weer weg, want die werken meestal in de finance en dat soort dingen. En ik was hier om te blijven. Wacht, ik vind het zo toch. En twee, dacht, ja, je moet nu Frans leren. Maak ik mezelf erg moeilijk mee. En ik ben daar na een jaar mee opgehouden. En mijn vriendenkring is nu ook wel gemengd. Ik heb veel Franse vrienden, maar ook Israëli's en Amerikaans en Engels. En we hebben af en toe gewoon Engelstalige avondjes. En hoewel mijn Engels helemaal niet zo goed is, merk ik dat op een of andere manier vanwege taal, vanwege televisie en filmcultuur voor ons Nederlanders, ligt dat in er toch dichter bij je hart. Het is ook een Germaanse taal in ieder geval structuur. Dus ik heb ook regelmatig toch ook avondjes in het, ja, met Engelse, Amerikaanse vrienden, met wie je meer dingen deelt. Ook niet alles, maar... En dat ontzeg ik mezelf niet meer. In het begin ontzegde ik dat wel, want ik zei, ik ben nu in Frankrijk en het gaat om de Frans. Ja, maar je hebt dus niet de behoefte gehad om werkelijk nog een paar Nederlandse vrienden om je heen te verzamelen in Parijs? Ah, nee, nooit. Nee, nooit. Maar ik moet erbij zeggen dat ik het geluk heb, denk ik toch... De stichting waar ik voor werk, de Fondation Custodia, is opgericht door een Nederlander in 1948, Frits Lucht. En daar heerst nog altijd een Nederlandse geest. Meer dan driekwart van het personeel is Frans. Maar alle conservatoren, iedereen die op een post van enige verantwoordelijkheid zit, is Nederlands, spreekt ook Nederlands. En dat zijn dus bijna alleen maar Nederlanders. Dus mijn team is ook gemengd. Half Nederlands, half Frans. Alle vergaderingen zijn in het Frans. Maar in mijn team wel in het Frans. Want ze houden Fransen bij zijn. Die leren wel allemaal Nederlands op de lessen. Maar goed, het resultaat is buitengewoon matig. Ja. Dus ik spreek heel vaak Nederlands op mijn werk. Aha. Maar kun je eens een dag op jouw werk? Ik heb daar geen beeld van. Ik heb het idee dat het... dat is niet juist om te zeggen. Een beetje stoffig imago is waarin je zit met oude documenten.
Maar omschrijf eens hoe zo'n dag eruit ziet bij jou. Ja, nou misschien moet ik uitleggen wat het is dan, hè, in eerste instantie. Het is dus een hele belangrijke kunstverzameling en dan vooral kunst op papier. Tekeningen, prenten. En dat is dan van Rembrandt, grote Italiaanse meesters, maar ook 19e eeuwers zoals Degas, ja, Delacroix, ja, Manet. En rond die collectie is een onderzoeksbibliotheek gebouwd, zodat mensen tentoonstellingen, aankopen kunnen voorbereiden. Het is een historische wetenschappelijke bibliotheek. In eerste instantie bedoelt ze dat custodia zijn kunstwerken kan bestuderen, tentoonstellen, publiceren. En die grote kunstbibliotheek is ook open voor buitenstaanders. En toen ik aankwam, zijn we eens een keer gaan tellen. En toen kwamen we erachter dat we eigenlijk de één na grootste kunstbibliotheek in Frankrijk zijn. Eigenlijk van hetzelfde formaat als de bibliotheek in het Louvre. Een hele grote omzet. Mm-hmm. En mijn werk daar, samen met mijn collega's, is het idee om te zorgen dat die bibliotheek onderhouden is, wordt. Dat mensen ontvangen worden, intern of extern, om dingen te kunnen inzien. En dat er aangekocht wordt. Nou, dat is even kort hoofdlijnen. En ik ben daar de bibliothecaris, dus daar ben ik verantwoordelijk voor. Dus mijn dag bestaat uit het voor zorgen dat onze salle de lecture, onze leeszaal, op orde is. Met mijn collega's gelukkig. Maar ik ben vooral heel veel bezig met aankopen. Dus ik koop boeken aan in Amsterdam, Florence, Parijs. Natuurlijk allemaal online, hè. Mm-hmm. Alle literatuur en dan vooral beeldende kunsten, 1500, 1900, met een grote nadruk op teken- en prentkunst, maar ook schilderkunst en beeldkunst. En alle hulpwetenschap, hè, dus dan heb je het over archieven, numismatiek, geschiedenis natuurlijk. Voilà. En die kunst, het is niet alleen Nederlandse kunst, dus het is Italiaans, Engels, Duits, Frans, Deens, maar ook een prachtige verzameling Mogul miniaturen, dus 16e, 17e, 18e eeuwse schilderkunst op papier uit India. Gelukkig is daar heel veel literatuur van in het Engels. Hè. Die Engelsen zijn daar de beste in, natuurlijk, vanwege hun koloniale kunst. Dus wat, daar ben ik mee bezig dagelijks, ja. Maar heb jij dan, krijg jij dan een bepaald budget wat je per jaar mag besteden? Of moet je bij elke aankoop overleggen hoe ver je mag gaan? Ja, kan ik dat zeggen? Op zo'n, nou, het is ook weer geen openbare dief. Toen ik aankwam, vroeg ik natuurlijk, wat is mijn budget? En daar kwam het antwoord op, dan moet je maar geen zorgen over maken. En ik vond dat heel vervelend, want ik dacht, ze vertrouwen me niet, of hebben er geen vertrouwen in dat ik het goed ga beheren. En inmiddels is het eigenlijk een zegen. Wij hebben het geluk dat het geen arme stichting is. En ik doe mijn werk zo goed mogelijk. En heel af en toe krijg ik van onze boekhoudster in november een telefoontje. En die zegt, piano, piano. Met je kalmpjes aan, met je aankoop. En voilà. Dus ik koop wat er gekocht moet worden. Goh, geweldig. Maar doe je daarin ook nog iets voor jezelf, privé? Dat je denkt van, Nee. Helemaal niet. Wat het frappant is, ik werd steeds gefocust op de twee mooie kunstschilderijen. En de ene is volgens mij een prent achter je. Waarvan ik dacht van, hey, je bent in een heel kunstzinnige richting bezig. Heb je ooit geambieerd om daarin werkelijk, zeg maar, een soort handelaar te worden of een galerie? Nee, want handelaar bovendien is dat nauwelijks toekomst, dat vak. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Ja. Er is natuurlijk minder en minder kunstkwaliteit op kunst om kwaliteit op de markt. Maar handelaar is eigenlijk niet iets wat je leert op school. Dus de meeste handelaren en beginnen natuurlijk als kind van handelaar. En daar is een reden voor. Dan moet je eigenlijk zo vroeg mogelijk, je kunt het wel leren hoor, in dat diepe bad van de kunst. En dat is een hele andere benadering dan kunsthistorici die vooral, soms zeggen mensen, jij weet dan heel veel van kunst af. Ik zeg, nou, ik weet iets van literatuur over kunst, wat niet hetzelfde is. Nee. Museummensen zitten ook al op de objecten. En bij ons is ook al een verzameling. Maar handelaren, die zitten heel de dag, die hebben die absolute materialiteit van het object. Je ruikt aan het papier, aan het doek. Dat vergt een soort kennerschap. Dat is een talent dat maar weinig mensen echt hebben. Maar je moet dus ook heel lang daarin oefenen. Een soort enorme praktische ding. Dus nee, die ambitie heb ik niet. Maar dat is wel een hele typische wereld hoor. De kunsthandel, vooral de oude kunst. Ik moderne kunst, contemporaine kunst ken ik niet zo goed. Ja. Het is een heel typische wereld. Ja. Niet altijd even leuk vind. Nou, het is heel tuttig hoor. Ja, maar ik denk aan mezelf van,
als klein jongetje. Ik had een oom die was antiquair en die leverde zo af en toe aan het Koningshuis. Dus hij was een zeer gerenommeerd antiquair. En ik was denk ik een jaar of 13, toen mocht u bij hem in het atelier zogenaamd helpen. Nou, dat hield in uitpoetsen van meubelen. Maar wat ik daar leerde en wat ik zag, en dat heeft me enorm verrijkt, hij was een verteller. Hij las heel veel over de kunst die hij verzamelde. Het was voornamelijk gericht naar meubels. Maar hij kon bijvoorbeeld op een gegeven moment aan mij zeggen, en dat, jij haalt het nu ook aan, voel eens aan deze tafel. Voel eens, ruik eens aan deze tafel. Die tafel is 350 jaar oud. Er zit een bepaalde patine op. Ik wist niet eens wat hij bedoelde. En dan liet hij me zien een tafel die binnenkwam, die beschadigd was, en die, of die bijvoorbeeld in zijn ogen slecht gerestaureerd was. Ik leerde daar dingen door zien. En ik weet nog dat ik in Brugge in de kerk was, en we werden rondgeleid door een gids, en er waren prachtige, nou, was prachtige kunst. Maar er was ook een communiebank, die was volledig uitgehouden, gebeeldhouwd. En die man zei, ja, er is hier ooit een beeld gestolen. Hebben ze gewoon s'nachts stiekem uitgezaagd. Maar we hebben godzijdank iemand gevonden die het kon restaureren. En niemand ziet het. Het is zo perfect. En ik zei, dat beeld. Hij zei, hoe weet u dat? Want het was echt heel mooi en heel mooi nagemaakt. Maar toen kwam dus die, toch die inzicht. Al was het nog beperkt. Van die patinelaag. Ik zei, ja, je kunt van 100 jaren was hier opgebracht worden. Die kun je niet vervangen even in, door even wat te poetsen. Nou, toen, dat wordt heel goed vervalst. Maar je hebt helemaal gelijk. Het is, ja, dat wordt heel goed vervalst, ja. Maar ik was zo gefascineerd. Of eigenlijk ook gefascineerd naar jou toe. Van, in hoeverre omgeef jij jezelf ook met kunst, met mooie dingen? Ik zie dan een paar dingen achter je. Maar ben je je ziet hier wat. Ja. Maar ben je daar ook mee bezig? Ben je daarvan geniet, van mooie dingen om je heen? Jazeker. Ik probeer mijn huis zo prettig mogelijk de dingen erin te zetten. Maar dat is natuurlijk van een heel andere kwaliteit dan wat ik op mijn werk boven mijn bureau heb hangen. En dat zijn natuurlijk van een heel andere klasse. Maar dat is natuurlijk. Mooie dingen hier. Maar we hebben natuurlijk het voordeel dat we in Parijs wonen. Je zit één stap buiten de deur en het is overal de schoonheid. Dus ja, thuis, maar we wonen hier ook allemaal heel klein. Dus het moet een beetje matig zijn. Maar ik heb hier vooral wat prenten en een paar schilderijen en een paar oude lijsten. En dat is het dan ook weer. Zoveel ruimte heb ik niet aan de muren. En zoals je ook ziet, ik hang het niet helemaal vol. Maar je had eventueel wel de keuze om dat te doen, of niet? Ja, dat zou kunnen. Even naar de grote lijn in jouw leven. Want ik ben echt zo ook benieuwd. Bij jou is het ontdekken van wie je werkelijk bent, je echte identiteit, heeft geen trauma of geen traumatische ervaringen opgeleverd. Toch ben je een keer door vanuit de buitenwacht, ben je een keer heel onheus behandeld. Dus ben je in elkaar geslagen toen in Parijs. Veranderde dat jouw beeld over hoe mensen naar jou kijken? Ja, maar niet in de zin die je zou verwachten. En dat is om de eenvoudige reden dat die aanval midden in de nacht, eigenlijk vanaf de volgende dag, omdat het heel wat er gebeurde opeens, waar ik zo lang in mijn leven altijd bezig was om te fit in, dat je dus eigenlijk ook opgaat in de massa, was ik opeens extreem zichtbaar geworden, omdat ik zelf die foto online heb gezet met al die bont en blauw en bloed. En dat riep enorm veel reacties op. De eerste dag honderden, na duizenden, tienduizenden, journalistiek, televisie, etc. Dat herinner je misschien nog wel, 2013. Waar dus buitengewoon paradoxaal het opeens jezelf laten zien in een bijzondere en heel kwetsbare positie, dat riep zoveel steun, solidariteit, verontwaardiging op. Ja, fantastisch. Dus gek genoeg, ik heb eigenlijk dus nooit de kans. Ik kan me voorstellen dat mensen zoiets naars overkomt, dat ze vertrouwen in de mensheid of in mensen verliezen. Ja. Dat kan ik goed kunnen begrijpen. Nou, het tegenovergestelde is bij mij gebeurd. Ik heb altijd een hoog vertrouwen in de mensheid, maar dat is alleen maar gegroeid. Ja. Maar je werd ook door die actie, hoe je het ook went of keer door die actie, ben je als het ware ook opgetild.
Absoluut. Een soort héros malgré-moi. Met al die kansen die volgden. Je kon je verhaal doen. Mensen waren er. Het werd opeens ook een prachtig avontuur. Ondanks de hele nare start. Ja. En ik ben daar ook nog... En dat is eigenlijk prachtig. En dat is dankzij heel veel andere mensen. Want soms werd je dan in het geval neergezet van wat dapper dat je het zo hebt gedaan. Ja, misschien. Ja, die niet ontkennen. Maar tegelijkertijd is er ook, omdat er dan zoveel mensen reageren, dat je dat wordt opgestuwd. En ik denk dat we, ik, met die kans iets hebben gedaan. Ja, ja. Maar, heb je? Ja, en daar ben ik ook trots op. Denk je ook niet dat dit voorval toch ook gebruikt is op scholen, in voorlichting, om ja, een tolerantie, meer tolerant klimaat te scheppen, of het bespreekbaar te maken? Ja, zeker. Dat weet ik ook wel. Want dan vragen mensen toestemming voor die foto. En dan zeg ik, ja, die foto is rechtenvrij hoor. Dus ga je vooral je gang. En mensen, ik heb heel veel dan ook interviews gedaan met mensen die met een werkstuk bezig waren. Of dat soort dingen. Dus nee, daar is heel veel mee gebeurd. Ja, ja op zich. Ja, ik vond het ook de actie. En hoe jij je ook de kwetsbaarheid, hoe je ook durfde te tonen toen. En daar bespreekbaar maakte bij De Wereld Draait Door. Toen dacht ik, oh, dat zou geweldig zijn. Want net in die periode, ik had een paar vrienden die in Nederland in het onderwijs zaten. Die waren inmiddels in de kast gekropen. Want die kregen zoveel agressie op school. En dat ze zoiets hadden, oké, ik vertel er niet meer dus dat ik samen woon met een vriend. Ik hou me daar op de oppervlakte. En toen kwam dat voorval van jou. En toen zei ik tegen hen, goh, waarom gebruik je die foto niet in die klas? Om gewoon eens het bespreekbaar te maken. Twee van de drie hebben het gedaan en nummer drie durfde het absoluut niet. Die is nog steeds zo bang, werkt en woont in Amsterdam. En zegt, nou, voor mij is het heel onveilig om dat te doen. Want ik krijg zo'n weerzin vanuit de kinderen die ja, helaas vanuit het islamitische achtergrond. Dat zegt niet iets over het islamitische achtergrond, maar wel specifiek van hun opvoeding. Is het not done, kan niet, mag niet. Dus nou ja, goed, geef allerlei predicaten eraan. Maar voor hem is het dus echt heel onveilig. En hij zit in de kast. Ja. En ik vind dat zo pijnlijk om dat te zien. En toen dacht ik van, ja, dus de ene kant, het had ook de andere kant uit kunnen gaan. Zo bedoel ik dat eigenlijk niet uit. Het had een traumatische ervaring kunnen worden. Maar absoluut. Ja, maar je hebt het vinden op een fantastische... Nou, het is natuurlijk ook wel een traumatische ervaring geworden. In het begin gaf ik dat niet toegeven, maar ik heb uiteindelijk wel een tijdje in de psych gezien. Want ik merkte bijvoorbeeld dat ik toch op straat veel angstiger, of dus veel voorzichtiger geworden was. Zoals 's avonds. Dus het heeft wel veel meer impact gehad in negatieve zin dan ik zeker het eerste jaar misschien wilde toegeven of heb gevoeld. Durf jij nu in Parijs met je vriend hand in hand te lopen? Of doe je dat gewoon? Nee. Sowieso niet. Deed ik al nooit. Deed ik al nooit. Alleen toen één keer. Dat deed ik al nooit. Ja. Nou, om verschillende redenen. Ten eerste is dat denk ik omdat je het gewoon niet zo goed durft. Of hebt geleerd om het niet snel te doen. Maar ik zit heel veel in de Marais, wat hier vlak om de hoek ligt. Dus daar zou het makkelijk kunnen. Maar ik doe het niet. Maar ik ben niet zo van het handen lopen. Ik heb best wel zweethandjes. Ik vind dat zo plakkerig geworden. Dat is punt 1. In mijn buurt zijn de trottoirs heel smal. En ik erg me wel dood als mensen naast elkaar lopen. Op een sloom tempo als ik er langs wil. Ja. Maar het misschien kan ook... Heel aardig. Ja, maar de vraag is wel, Fred, of toch niet dit ook een stukje ingebouwd is al vanuit je jeugd. Ik bedoel, ik loop nooit hand in hand en ik zou het niet durven ook. Zo nee. Concreet. Dus, het is niet in mijn patroon, het is er niet ingegroeid. En ik vind het wel pijnlijk nee. Dat we nog steeds als homo voor onze rechten moeten vechten. Of dat er toch een innerlijke strijd geleverd moet worden. Ja, die kennen hetero's absoluut niet. En dat maakt toch iets heel uitzonderlijk, maar tegelijkertijd ook iets heel unieks. Ze hebben allemaal hun strijd te gaan, terwijl hetero's dat überhaupt niet hebben. Van wie ben ik? Nee, dat maakt het echt uniek. En ik heb het wel eens met mensen over gehad en die zeiden, ja, je zou kunnen zeggen dat is vergelijkbaar met racisme om huidskleur of godsdienst of wat dan ook. En daar zitten absoluut parallellen in. Het enige is, als jij als donker kindje wordt gediscrimineerd, dat je thuis niet wordt gediscrimineerd. Ja. Of omdat je gelooft. En je hebt die, als het goed is, die veilige haven thuis.
En dat is, dat is de gekke situatie bij ons, dat je dus opgroeit in een gezin waar niets of niemand wat dat betreft op je lijkt. En waar je de uitzondering bent en waar dat enorme non-die is. En dat maakt die hele diepe eenzaamheid. En het maakt het echt, zonder nou homoseksualiteit tot het kernprobleem van de hedendaagse wereld te maken, of de ellende, is het wel een heel belangrijk punt. En dat maakt het zo moeilijk. En blijft het ook, blijft het eindeloze strijd. Ik dacht dat op een punt van, het is wel goed aan de wetgeving, maar nee, dit blijft altijd terugkomen. Het is een non-stop vorm van werken aan acceptatie, van tolerantie, van begrip voor diversiteit. En dat zal nooit ophouden. Ja. Ja, ik heb nu dan een aanmerkelijk jongere vriend uit Iran. Hij is hier 9 maanden geweest en is nu weer terug, omdat hij dus nog geen verblijfsvisum krijgt. En hij wil nu terugkomen om hier te gaan studeren en te gaan werken en geleidelijk aan. Op die manier hopen dat hij dus echt kan blijven. Maar toen ik bij hem was in Iran, dus ik verbleef dan weliswaar in een hotel, niet bij zijn familie. Dat was absoluut nadan. Maar daar ben ik toch wel... Ja, voor mijn gevoel ging ik ineens 50 jaar, minimaal 50 jaar in de geschiedenis terug, om die angst te voelen die daar hangt. Ik bedoel, hij gedraagt zich, het is een universitair opgeleide jongen, kan dus daar helemaal geen werk vinden. Nou, dan pakken ze alles aan om wat te kunnen verdienen. Hij heeft nu een kledingzaak, daar hebben we hem dan mee geholpen, dus hij heeft een eigen kledingzaak daar begonnen. Maar oké, hij kan zijn hoofd boven water houden, maar kan nooit zichzelf zijn. En toen ik daar was, toen dacht ik, oh, er komt iets terug bij mij. Zo van de jonge puber dat je voelde. Je zit in een klas, je kijkt rond. Zou nou niemand diezelfde gevoelens hebben als ik? Dat moet toch? En je leest dan verhaaltjes, 1 op de 20. Zit je in een klas van 40 jaar, dan ben ik nou de enige. Dat kan niet, kan niet. Maar het niet durven. En die grote, ja, het woord eenzaamheid vind ik eigenlijk wel heel goed in het omschrijven. De grote eenzaamheid waar je dan mee worstelt. En dan... Op een bepaald moment kwam ik ermee naar buiten. Dat was het moment dat ik studeerde aan de hogeschool. En ik hoorde die docent nog zeggen, we hebben allemaal rolmodellen nodig. Nou, ik zat in hetzelfde schuitje die jij straks noemde. Albert Mol kende ik dan en Paul de Leeuw. Die vond ik wel grappig doen. Maar nou, daar wil ik toch niet mee geïdentificeerd worden. Maar met Albert Mol helemaal niet. Nou, en dan ga je... Dan ontstaat er toch een soort angst. Tenminste, was het bij mij... die uitzondering, en je wil niet de uitzondering zijn. Dus je duwt je aan alle kanten weg, omdat je wil niet op een of andere manier wil je eigenlijk niet opvallen. En ik vergeet nooit meer, toen ik docent werd aan de hogeschool, toen vond ik zoiets van, hier moeten we met een groep mensen iets aan gaan doen. We noemden het dan roldoorbreking in het onderwijs, en we gingen de schoolboeken analyseren. We hadden een nationale groep vanuit allerlei universiteiten van Nederland, en ook de hogescholen vanuit Nederland, de lerarenopleiding. Een prachtige commissie gevormd. En we gingen de boeken eens na, want al die boeken zijn hetero gericht toen. En we gingen een grote actie opzetten. Er zou een tentoonstelling zijn op het instituut in Tilburg. En mijn directeur verbood op het laatste moment de fototentoonstelling. We hadden een kunsttentoonstelling gemaakt, dus reproducties van prachtige objecten, waarin homoseksualiteit soms sluimerend aanwezig was. Wat ik bijvoorbeeld helemaal niet wist, dat Michelangelo altijd mannelijke modellen gebruikte, ook als hij een vrouw nodig had, en gewoon een paar borsten erop plakte als het ware. Maar als je daar goed kijkt, dan zie je, oh ja, dit is inderdaad een man voor een model gestaan. Nou, die moesten allemaal weg, want dat was te chockerend, dat weet ik van wat. Die hele week, we hadden een soort studium generale georganiseerd, die hele week was een succes. Op zaterdag sla ik de Volkskrant open. Ik zie dat het hoofd, het hoofd van mijn directeur, met als titel op het artikel, Molle Instituut, zo heette het instituut destijds in Tilburg, denkt roldoorbrekend. Hij had me alles, het vuur aan de schenen gelegd, niks kon. We hadden politici, artiesten gevraagd in die week om over roldoorbreking te praten, te zingen en te discussiëren. Bij niets was hij aanwezig. Maar toen het een succes was, klopte hij zich op de borst. En dat heeft, trok het hier naar zich toe. En dat heeft me enorm getriggerd, maar ook zoiets van, hoe kom je in veranderingsprocessen als je ziet dat je zo... Heb je daar ooit over aangesproken?
eigenlijk, nee, ik heb hem daar niet over aangesproken. Collega's hebben hem daar wel over aangesproken. Van, hey, het is opvallend dat je Knippels helemaal niet vernoemt. Die heeft het al hier alleen in zijn eentje georganiseerd. Want wij, en dat was mooi, dat was een theoloog, die op een andere afdeling werkte, die zei, ik was te laf om mijn kop uit te steken. Hij heeft het gedaan. Nou, en dat, nou goed, dat zijn dan die kleine acties die uiteindelijk wel een groot effect hebben. Want ons eigen ja. coming out is, heel in het kort kwam op neer. Mijn vriend die werkte als onderwijzer toen in Noordwijk Hout. Ik woonde in Brabant, werkte daar ook. Hij kwam dus ook naar Brabant, solliciteerde daar. En hij ging werken in Ammerzoden. En daar ontstond een ruil, want ze hadden gehoord dat hij samenwoonde met een man. Nou, de lange verhaal kort te maken. Hij is uiteindelijk na 2 jaar... ja, afgeknapt en weggegaan daar. En hij was onder behandeling toen bij een psychiater. En die zei, schrijf het van je af. En de VPRO heeft dit opgepikt. En die heeft daar een gespeelde documentaire van gemaakt. Hoera en homo. Dat is helemaal gebaseerd destijds op ons levensverhaal. Later, 20, 25 jaar later, merk je dat die documentaire soms een functie heeft in het onderwijs. En dan gaan jongeren discussiëren. Dat is ondenkbaar. Dat is iets voor de middeleeuwen. Maar dat speelde vrij recentelijk destijds af in Nederland. En ik denk dat op sommige plaatsen, en zeker het gebied waar jij vandaan komt, dat het daar ook nog steeds wel speelt. Dat denk ik ook, ja. Ja, ik ben op mijn 14e daar vertrokken. Hè. Mijn ouders zijn verhuisd naar een stadje. Dus ik heb zelf dat niet nadrukkelijk daar meegemaakt. Maar dat is buitengewoon traditioneel, kom streek. Ja. Maar ik kom er dus nooit. Nou, even terug naar jou. Wat heb jij in Parijs gevonden? Een beetje een gekke vraag. Maar wat heb jij in Parijs gevonden wat je in Nederland niet had? Ik denk dat ik in Parijs heb gevonden, omdat ik in Parijs hier wonen en werken, dwong mij tot alles te heroverwegen. Alles wat ik dacht, zo moet je het goed doen, dat is goed, het gaat overboord. Niet overboord, maar dat moet je opeens weer heroverwegen. Ja. En dat is eigenlijk een heel gezonde ervaring, want dankzij misschien de moeilijke dingen die ik heb meegemaakt, ben ik een redelijk geprivilegeerd mens. Qua opvoeding, niet uit een arm gezin, in Leiden gestudeerd. En je merkt opeens, als je immigrant bent, ook al ben je een bevoorrechte immigrant, dat zeg ik er nadrukkelijk bij, zet je toch opeens twee stappen lager op de ladder. Kijk, in Nederland heb ik vrienden die in het parlement zitten, die bij ministeries. Je hebt dat netwerk op je daar, van je studie en je vrienden. En dat is en hier heb je dat niet. Dus je bent werkelijk op een aantal punten minder sterk in de samenleving. En dat is, de Engelsen noemen dat humbling. Mm-hmm. Ik zou het niet willen vertalen met vernederend, hè, maar het maakt nederiger en af en toe is extreem frustrerend. Mm-hmm. Niet dat ik het nodig had, denk ik, om nederiger te zijn. Maar je ziet opeens een andere... Maar ja, je snapt ook een andere problematiek beter. Dus dat is dus niet zozeer Frankrijk, maar dat is het proces van land verlaten, wat pijnlijk is. Ook al is het maar van Nederland naar Frankrijk. Dat is echt een heel pijnlijke punt aan. En dat geeft ook zelfinzicht. En dan begrijp je mechanismes in jezelf beter en je omgeving. Dus dat is sterk. Twee, wat ik hier in Frankrijk inmiddels enorm waardeer, in het begin niet. Fransen kunnen heel erg moeilijk doen. Over alles. Over hoe dingen gezegd worden, over politieke ideeën. Het is allemaal heel complex, conflictgericht en heel veel moeilijk doen. En ik denk, in ieder geval in mijn cultuur, en nu moet ik dan soms Nederlands, is veel meer consensus gericht. Mm-hmm. En ik hou daarvan, want ik hou niet van conflict. Maar ik heb hier leren waarderen wat die conflictzoekende, intellectueel conflict zoeken. Hè? Ik zeg niet over elkaar rammen. Ja, ja. Dat oneens zijn, dat tegengas geven, is intellectueel buitengewoon interessant. Want altijd de lieve vrede zoeken, dat poetst ook heel veel nuance en verschillen weg die er gewoon ook zijn. Ja. Nou, en dan heb ik het, als ik Frankrijk zeg, moet ik natuurlijk eigenlijk Parijs zeggen. Hè? Want anders zullen ook jouw vrienden in Dardèche zeggen, ja, dan heb je die Parijs naar weer niet. Ik denk het hele land kennen, en is niet zo. Ik ken vooral Parijs en dat is wezenlijk anders dan het platteland.
of de provincie, om het op zijn Parijs te zeggen. Ja. En ik vind dat fantastisch. Het intellectuele debat hier, het belang. Het maakt niet helemaal moeilijk en stroperig. Maar ik blijf dat interessanter vinden. En bijvoorbeeld ook sociaal. Ik ben sociaaldemocraat inmiddels, politiek gezien. Het is helemaal niet radicaal. Maar ik vond kerst voor een lang interview op radio met de VPRO. Net hier weer staking. De VPRO's de predator voor de uitzending. Oh, die vakbonden in Frankrijk, die willen ook nooit wat veranderen. Mon dieu. Weet je, dat VPRO nou opnemen voor dat neoliberale gedrag van Macron. Dat laat wel zien dat Nederland een soort algemene eenheidssaus op dit soort dingen. En Frankrijk alleen maar gezien achter het stakenblad. Ja, misschien af en toe. Maar dat betekent wel dat mensen hier blijven opkomen voor wat zij als rechten zien. En blijven nadenken over verhoudingen in bezit er. Die wij misschien soms wel 60 en 70 vinden. Maar ik blijf dat fantastisch vinden. Want er gaan andere mensen hier weer tegenin. Dat blijft maar spelen en schuren. En dat is niet altijd gezellig. Maar het is wel ontzettend interessant. En dat waardeer ik enorm in dit land. Ah, dat is wel heel bijzonder. Weet je waar ik... wat grappig. Ik woon hier naast het Museum Napoleon. En in het Museum Napoleon woont nog een familie van rechtstreeks afstammeling van Napoleon. En het huis dat ik hier huur is een van zijn huizen. Want hij heeft hier een heel aantal oude woningen staan op het domein. En... het frappante is, de Napoleon, dus de gedachte van deze goede man, die zijn hier zelfs bij onze buurman gewoon te voeden. Hij is een graaf en ik bedoel, alles wat je denkt aan graaf past niet bij hem, want hij komt als er hier iets gedaan moet worden vorige week, is hier een boom mee komen omhakken. En denk van, god, daar zou ik eindelijk een soort filmpje van moeten maken. Het idee, de graaf zit op de tractor. En een andere is mee aan het helpen. Ja, ja. Maar er is een uitstraling in de gesprekken die we hebben. Dat voel ik gewoon alsof ik in een andere dimensie kom. Dat dan toch zo'n oude familie heel veel waarden en normen verinnerlijkt hebben. Waarvan ik denk, jee, dat had ik gewoon niet verwacht. Kun je dat voorstellen? Ja, dat kan ik. Nou, jouw verrassing kan ik me. Ja, je merkt het gewoon. Ik heb natuurlijk Leiden voor het eerst ontdekt, maar later ook hier in Parijs. De oude kunst, dat is natuurlijk een typisch wereldje. En dan merk je hoe de manier van de wereld leven kijken, aantal codes, hoe die. Zo geïntegreerd. Dat wordt natuurlijk niet doorgegeven met bloed of met DNA. Maar dat wordt geïmpregneerd en dat blijft. En dat zijn ook een soort. En dat blijven codes die ook heel uitsluitend zijn. Ja. Wat een van de verrassingen vond ik in dit land. Ik dacht in een half communistisch land terecht te komen. Want ik kende Mitterrand en dat soort dingen. En ik kom erachter. Ik noem Frankrijk altijd een klassensamenleving die zijn naam niet noemt. Hè? Waar de Engelsen op zijn minst helder zijn, is het hier in naam de Égalité Fraternité, op welke gevel weer gehandeld, maar in de praktijk is het extreem. Maar ik werk in het 7e arrondissement van Parijs, een van de chicste buurten van het land. En dat is een andere wereld. In Nederland bestaan dit soort reservaten nauwelijks. Ik weet dat dat ook bestaat, maar niet op deze schaal en niet met zulke hoge muren. En ik was daar heel erg verbaasd over. Maar ik vind dat voor Frankrijk eigenlijk een handicap, een zorg. Dus ik vind het prima als mensen geschiedenis van hun families meenemen. Dat is heel mooi. Maar het punt is, we zien hier een soort reproductie, hè, een sociale reproductie van die dominante groep. Die hier werkelijk nog aan bijna alle touwtjes trekt. En dat is heel verrassend voor een land met zo'n radicale revolutionaire geschiedenis. Ja. Met zo'n grote immigrantengemeenschap. Maar je merkt in alles dat dit land eigenlijk één grote... Ja, het land nog heel ouderwets is op heel veel punten. Ja. En dat staat vooruitgang hier in de weg. Niet onmiddellijk die stakingen. Want waarom zijn die stakingen er? Want tegenover die stakers zit altijd iemand en is die ook niks wil. De werkgever. Ja. Dus je moet wel. Anders komt er niks van. In Nederland wordt ook maar gezien dat al die vervelende linkse arbeiders hier... Ja, maar nee. Je hebt wel ook nog een eikel tegenover zich die ook niks wil veranderen.
Ja. Ze kunnen bijna niet anders. Het is werkelijk veel ingewikkelder dan je zou denken. Mijn conclusie ook wel naar de VPRO-serie, ik heb nog een boek geschreven, is van ja, ik denk dat Nederland, Frankrijk alle kaarten in handen heeft. Het is een heel jong land. Het is een fantastische hulp, natuurlijke hulpbronnen. Van natuur en hout en groen, prachtig klimaat, goede geschiedenis, hoogopgeleide bevolking, goede infrastructuur. Het heeft alle kaarten in de hand voor een succesvol. En toch wil het maar niet, hè, krijgen we de indruk. En dan moet er voor een cultuuromslag zijn. En Macron probeert dat. Dat is niet helemaal mijn president, maar waarom niet? Maar voor mij ligt één van de dingen, er moet hier echt iets in de cultuuromslag, in hoe dat enorme wantrouwen tussen groepen, de stad, tussen platteland, rijk, arm, daar moet iets van weg. En het is een land zonder vertrouwen in zichzelf, in mensen, en dat is dramatisch. Het is dodelijk werkelijk. Want ook die gele hesjes. De meeste gele hesjes, als ik ernaar keek, die hebben gewoon een fijn huisje en een auto en een baan. Zijn ze rijk? Nee, maar ze lijden ook niet arm. En ik denk, waarom zijn jullie nou zo kwaad op de wereld? Er is dus iets anders aan de hand. Die mensen voelen zich niet gezien en gewaardeerd. En ze worden ook niet gezien en gewaardeerd. Maar heb je dus het idee dat dat sluimerend aanwezig is in de Franse samenleving? Dat er onvoldoende vertrouwen is? Diep geworteld wantrouwen. Een Fransman is alleen iemand vertrouwen die lang kent, of zijn eigen familie, of zijn nauwe naamvereniging. En niemand anders. Alle anderen zijn een potentieel gevaar. En dat merk je in bijna alle verhoudingen. Ja. De Fransen zeggen, de chaque relation est humaine est un rapport de force. Nou, dat is misschien niet onwaar, maar als dat je basis in principe met omgang met anderen is, succes met het leven. Ja. En toch? En toch kies jij voor Frankrijk, voor Parijs. Ja, zoals ik al zei, dat is dus niet een nadrukkelijke keuze. Ja, het is wel een keuze geweest. Ik had ook nee kunnen zeggen. Ja. Maar ik voel altijd erg dat ik geleid word in het leven. En dat kun je toeval noemen of niet. Ik noem het geen toeval, maar ik kom steeds op plekken terecht. En het zit vol met zegeningen. En je kunt zeggen, ja, ach, dat is alleen maar jouw bril. En zo kijk je naar die dingen. En niet zoveel met de intrinsieke zaak te maken. Nou, misschien is dat zo, dat weet ik niet. Maar ik ben in Parijs komen aanwaaien. En ik doe, en dat is vaak fantastisch. En er zijn ook veel dingen die ik verschrikkelijk vind in Parijs, hoor. Maar over 5 jaar... enorm de natuur. Wilfred, waar zit je over 5 jaar? Zit je er nog in Parijs? Nou, je weet nu iets meer van mij. En dan kun je raden dat ik natuurlijk helemaal geen plan heb voor over 5 jaar. Je ziet wel. Je gaat met de stroom mee. Nou, ja. Ik kies natuurlijk wel dingen en heb wel eens plannen en ideetjes. Maar ik weet het werkelijk niet. Ik heb wel eens gedacht, ik ga weg uit Frankrijk. Ik ga radicaal iets anders doen. Maar als je dan gaat kijken, waarom zou je iets anders willen doen? Dat is omdat je misschien gelukkiger wilt zijn of iets anders wilt ontwikkelen. Dan lijkt zo'n sprong naar elders soms meer op een eventuele vlucht dan het proberen oplossen van een probleem. Misschien is juist wegrennen voor een probleem. Ja, ja. Maar stel voor dat er een hele grote liefde in je leven komt, of misschien is die al, die totaal iets anders wil, waardoor je wel zou moeten verkassen. Bijvoorbeeld naar Amerika of naar Spanje, noem maar wat. Zou je daarvoor in zijn? Ja, nou, het lijkt me heel lastig, maar want ik hou niet van verandering. Het lijkt me heel lastig, maar ik zeg dus daar geen nee op. Als je mij 15 jaar geleden, of inmiddels 17 jaar geleden, had gezegd, volgend jaar woon je in Parijs. Nou, weet ik allemaal nog niet hoor. Iedereen achterlaten. En dus toch gedaan. Dus ik weet het niet. Maar ik merk wel, als je aan jezelf wilt werken, of plannen aan de toekomst, of dingen wilt veranderen. Ja, ik wil niet het gepiel op de millimeter noemen, maar de verandering kan ook, of je doet in het kleine liggen, in het alledaagse. En daar zit vaak daar is veel meer genoegdoening te vinden dan je zou verwachten. En dat is niet door het gebrek aan ambitie, of misschien ook wel eens, of uit faalangst, misschien ook. Maar ik denk dat je al zoveel op de vierkante millimeter kunt veranderen, wat dat grote gevolgen heeft voor jezelf en je omgeving. Ja. Dus ik zie mezelf niet een enorme sprong maken, want ik hou helemaal niet van grote sprongen. Wow. Nou,
eigenlijk wel een heel mooi slot aan jouw betoog. Ik hou niet zo van grote sprongen. Ja. En de verandering zit soms op de kleine millimeter al. Waardoor je een verandering kunt bewerkstelligen in je leven. Goh, ja. Ik vind het boeiend om jou te horen en jou te horen filosoferen. Ik ben je dankbaar. Ik ga straks op een middag de video bewerken. En dan over een aantal weken gaat die online. Dus ik dank je wel. Oké, heel goed. En ik wens je een hele fijne tijd toe nog in Parijs. En wie weet zien we jou nog eens een keer in de Dordogne. Wie weet. Oh, ja, nou, wie weet. Ja, maar zeker, want deze zomer blijven we allemaal in Frankrijk, hè? Dat weten we inmiddels. Ja, we blijven allemaal in Frankrijk. Hé, hey, dankjewel. Er zijn erg veel plekken, nietwaar? Precies. Dankjewel en tot kijken. Dag. Dag, Loek. Dankjewel. Dat is ermee.